Yo! Welkom bij de vlog. Vandaag opnieuw niet veel op de planning. Wow. Ik ga met El Grootosh gaan wandelen. Met Groot gaan wandelen. Ik neem mijn camera mee. En we gaan een beetje cinematics maken, denk ik. En ook een paar foto's. Ben nog niet zeker. Maar dus, ik ga hier in mijn streek gaan wandelen eerst. Heel misschien ga ik naar een park nog gaan wandelen. En als dat niet doorgaat, ik verzin wel iets dat we kunnen doen. Dus, El Grootosh gaan halen en naar buiten. Muziekje op, beetje filmen, ontspannen. Laat mij weten in de comments wat jullie doen om te ontspannen eigenlijk. Voor mij wandelen nu in die corona lockdown toestanden. Dus ja, ik zie jullie zo. Groetjes. Dit is echt zalig, gewoon genieten met El Grootosh en natuur, zalig. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van de cinematic. Vrij veel werk ingekropen, maar ja, wel leuk om te doen. Dus nu richting huis. El Grootosh, kom hier. Dus nu richting huis en dan een andere activiteit bedenken. Maar eerst genieten. Met mijn kleine baby. Dus ik zie jullie zo. En ik ben terug thuis.
Nu, ik had niet echt nog verdere plannen. Dus, zoals ik zei, we verzinnen wel iets. Ik ben ondertussen al begonnen. Ik had een idee in mijn hoofd voor foto's te doen. Met een beetje bewerking en zo. Als jullie mij volgen op Instagram, hebben jullie al gezien dat ik een paar foto's met maskers maak. Dus ik dacht, laten we opnieuw eens een shoot doen van mezelf met een masker. Nu, ik ben bezig met een masker omhoog te hangen, zoals jullie zien. En ja, ik moet nu nog mijn tweede omhoog hangen. En daar ga ik nu aan beginnen eigenlijk. Dus dit hangt al gewoon een fijn draadje, zoals je ziet, vasthangen. En nu tweede. Ja, je ziet nu de draad nog, maar dat werken we straks allemaal wel weg via Photoshop. Dus kleine cinematic / timelapse hoe ik die troep hier omhoog hang. En dan zie ik die zo. Maskers hangen. Nu nog stil proberen krijgen. En dan foto's. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Ik ga mij iets anders aantrekken. En ja, gewoon iets simpel zwart met een kap. Want ik zou graag gewoon een kap opzetten. Mijn gezicht gewoon zwart maken. Dus alleen wegwerken. Ja, en dan zien we wel hoe of wat. Dus nu snel iets anders aantrekken en dan foto's nemen. Ben benieuwd. Andere outfit aan. Gewoon een truitje. Dan een klein vestje zonder mouwen. Meer hoeft dat niet te zijn. Zwart. Een beetje wit. Perfect. In combo met de twee maskers. Nu, ik ga foto's nemen met deze camera. Dus dan schakel ik over naar deze camera. Dus ik ga weer een kleine timelapse maken. En dan zie ik jullie zo als de foto's bewerkt zijn. Benieuwd naar de resultaten. Ik hoop dat ik een paar goede resultaten heb. Dus nu snel op mijn iPad zetten en de foto's bewerken. Oh, ik hoop echt dat ik goede foto's heb. Maar ja, we maken er het beste van. Nu met die lockdown toestanden is het niet simpel om ja, portretfotografie te doen, dus met andere mensen. Dus enkel daarvoor kijk ik wel al uit om dat snel achter de rug is eigenlijk. Maar ja, dus kijken naar de foto's en de foto's bewerken. En ik zie jullie zoals de foto's bewerkt zijn. Oh. Goedemorgen. Nu, het is al de dag erna, mijn excuses, maar het is gisteren vrij laat geworden. Dus ja, ik heb nu net pas de foto's bewerkt eigenlijk. Dus vandaar, ander outfitje. Oh, lekker wijde trui. Zalig gewoon. En koffie natuurlijk. Koffie! Nu, eerste foto. Zo was het achteraanzicht, dus de eerste foto dat ik bewerkt heb. Het achteraanzicht. Ja, ik heb het weer zo iets of wat spooky gemaakt, om het zo te zeggen. Dus weinig kleuren. Vooral het wit, zwart en het rode laten naar boven komen eigenlijk. En zoals jullie gezien hebben, het draadje weggewerkt eigenlijk.
Dus dat was het eerste resultaat. Ben ik semi tevreden over eigenlijk. Dan, tweede foto. Deze vind ik echt wel nice gelukt. Dus eerst ja, de draadjes weggewerkt en zo. Opnieuw, zelfde bewerking. Het rode, het zwarte en het witte naar boven laten komen. En op de achtergrond de schaduw van de maskers. Dat vind ik ook wel nice dat je die ziet. Dus deze vind ik echt wel een dikke foto. Dus ja, zoals je ziet, heb je niet veel nodig om ja, leuke foto's te maken eigenlijk. Draad, camera en in mijn geval een masker. That's it. Nu mijn ja, voor zelfportretten te maken, connecteer ik mijn camera met mijn telefoon. Dat is altijd handig, dan weet ik precies waar dat moet staan. En gewoon timer opzetten, op knopje duwen, blijven staan. En de camera neemt vanzelf een foto eigenlijk. Maar dat was het. Wil je meer foto's zien, ga je naar mijn Instagram moeten gaan. Daar staan er meer foto's op. Ja, je kan niet alles onmiddellijk prijsgeven, toch? Nee, nee. Maar dus, wil je meer foto's zien, ga je naar mijn Instagram moeten gaan. En daar staan er meer op. Laat gerust weten wat je van de foto's vond. Dus reageer hieronder de video of op mijn Instagram. En dat was het dan voor deze vlog. Dus, vond je het een leuke video? Like en subscribe. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video.